discussie. Ja, en daarom... Ding dong. Kan je met de abdus erop doen? Ding dong. Waarom moet ik het altijd doen? Penny. Hey Gumball. Ik moet je slecht nieuws vertellen. En wat dan? Ik ga naar een andere school. Mijn pap heeft het ontdekt dat mijn schil eraf was. En dat komt dankzij jou. Die weet het nu wel. Dus... Wat dan? Wat? Jij kan niet naar een andere school gaan. Dit gaan we bespreken met je familie. Gumball, dat hoeft niet. Ik wil dat je dan niet bespreken. En nu op de tijd. Maar dat komt omdat hij je haat en niet je mag. Dat betekent, je had een discussie hebben niet met mijn hele familie. Maar met mijn vader. Ha! Ik heb meneer Fitzgerald vast zeker wel aan. Bob! Ik ben aan het joggen. Ik ga mee joggen. Jij hoeft niet. Daar. Oké. Het is eigenlijk een soort vader-zoon-avond. Je weet wel. Ik en je vader. Oké. Tot straks dan! Wat is het toch heet vandaag? Oh, we zitten een beetje. Ik zal wel een doekje. Ik verzocht dat er een badje komt. Wat? Nee, ga toch niet bellen naar ambulance. Er is geen verband, dus ik moet hem met de tak doen. Zo heeft mijn moeder maar geleerd. Nee, niet met de tak. Oh, ik heb echt water nodig. Oh nee! Oh my god! Ah. Ik ga je leven redden. Wat? Je hebt meer water nodig? Natuurlijk, dan kan ik je toch erin zappen. Ik haat je. Nu luister eens, ventje. Ik haat je. Weet je wat er is? Je hebt mijn dochter uit de schil gehaald. Dat betekent, wij zijn geen vrienden. Ik haat je. En je blijft een mogelijke uit de buurt van mijn dochter. Want daar word ik alleen maar bozer van. In de naam van Amerika staan mag je geen kind achterlaten. Dus je gaat hem de ik hele neem hem mee naar huis. Ik neem hem mee naar huis. Ja, en ik hou je nog steeds in de gaten. Dus laat hem maar niet achter. Fitzgerald. Liefje, ik heb een ventilator gekocht. Misschien kan je dat even gebruiken. Misschien tegen mijn been die ik pijn heb. Ik wil een verband, geen tak. Hier een wat verband. Beter. Wat het doet pijn! Hier heb je meer wind! Nee, het doet pijn! Ai, ai! Dit is uit mijn huis! Kom nooit meer terug. Wacht toch één keer terug te komen. Jij bent dood. Maar meneer Fitzgerald, je kunt die Penny naar een andere school brengen. Dus daar ging het over, hè? Pennen jij. Wow, was het sarcastisch om binnen te gaan? Of was het echt? Dit keer echt. Oké. Ik heb gedaan wat je deed. Ik heb Polly naar de park gebracht. Ja, jij hebt een heel groot probleem, jonge dame. Waarom heb ik een groot probleem? Waarom moest je zo nodig uit je schil? Je was veel gelukkiger met een schil aan. Maar ik kon mezelf zijn. Jullie naar binnen. En ja, pap. Maar met je schil uit is het juist beter. Maar het is raar om je naakt te zien rondlopen. Jij, vrouw, ook naar binnen. Ik ga deze familie onder de controle houden. En Gummel ijs maken met Penny. Zo, ik zag dat het stilte is. En we kunnen een videospelletje spelen, toch? Oh, ik ben dol op spelletjes. Ja, zie je? Zelfs Polly is dol op spelletjes. Oh, of dat je van een nieuwe coole cel moet halen. Ja, maar we kunnen ook natuurlijk gewoon de verpakking denk ik uit doen. Nee, de verpakking blijft aan. Want net als de schaar, die blijft aan.
Maar waarom... Gelijk heb nooit zou ontdekken, Gumball, wat je met mijn dochter hebt gedaan. Je hebt veel gedaan met mijn dochter. En daar ga ik je nooit meer vergeven. Het spijt me, vriendje van Penny, maar er is geen antwoord. Mijn naam is Gumball. Oh, Kauwgom? Zeg gewoon Gumball. Oké, Gumball. Het spijt me, maar we moeten wel verhuizen. En ik weet dat het moeilijk is omdat jullie twee dan samen zijn, maar... Hier mogen jullie dan het einde, want we gaan verhuizen en je kunt er niks meer aan doen. Wat is er mis met dit? We kunnen dit toch vast uitpraten? Wat? Maar pap, weet je niet hoe moeilijk het was om naar school te gaan? Iedereen noemt hem een vrouwtje pindakaas. Jij gaat me vast weer zeker flirten. Wat? Eeuw! Ik ga je zeker niet fixen, want jij hebt mevrouw pindakaas en niemand met pindakaas. Niet te doen! Ze konden. Dat is echt gemeen! Weet ik! En denk je, ze kon je vast gewoon een ongebakken aardappel noemen! Zie je? Dat bedoel ik nou! Ze wordt boos en wij mogen het echt zien als een slangenbeest! Mam! Heb je daar niet iets over te zeggen? Ik ben het met je vader deze keer eens. Je had je schil moeten aantrekken. Polly! Heb jij een andere mening? Ik ben een kroko-eentje! Ze begrijpt denk ik niks. Mevrouw, meneer Fitzgerald. Oh, we kunnen het toch wel vast. Noem mij maar Hannah. Oh, Hannah. Haar naam is Judith. Ja, maar ik vind haar niet... Haar naam is Judith. Oh, zeg maar Judith. Oké, Patrick. Voor mij is het meneer Fitzgerald en ik haat je. Hey, ik heb wel een verhaaltje. En eigenlijk van vroeger. Kom dicht, Polly. Niemand wil je verhaaltje horen. Ik trek die schil aan. Ik trek die van mij niet. Ik ga die echt niet meer aantrekken. En ik ook niet. Jij hebt geen schil. En wij trekken die van ons ook niet uit. Waarom wil je zelf niet zeggen? Want jij bent de kleur. Kom dicht. Niemand mag de kleur weten. Niemand mag de kleur weten. Oh ja! Wat je hebt gedaan, Gumball, is vreselijk fout. Je had nooit iets te maken met Patrick Fitzgerald. Nu heb jij iets ergs. Wat? Worden jullie ook niet uitgelachen? Nee! Iedereen vindt me geweldig en ik heb zelfs een eigen baan. En ik ben zelfs de baas. Wacht, zijn jullie dan rijk? Ja! Maar waarom wonen jullie nog in deze klok? Daarom gingen we verhuizen en onderweg van jou te zijn en... Ja, ik ben rijk, dus daarom. Pap, verhuizen gaat om belangrijke dingen. Niet nee, om... zo blijf je weg van die rare vriend van je. Hey, zijn familie is heel aardig hoor. Weet je nog dat Risha... Oh my god, weet je wat? Kop dicht, gewoon kop dicht. Ik ga even bellen. Ja, moeder. Was het goed met je vriendje? Oké, zie je? Mijn familie is pas aan. Van hem niet. Zijn familie is raar en zijn stel idioten. Ja, omdat ze zichzelf tenminste zijn. Ik ben ook mezelf zo. En dat kan jij ook zijn. Nee, ik wil niet meer die persoon zijn. Ik wil de man zijn die ik van hou hebben. Ja, en ik trek mijn schil mij niet aan. Maar Gumball, je moet afblijven van Penny. Want Penny wil vast wel die schil aan. Maar dat is gewoon omdat die jou vast niet wil kwetsen. Is dat waar? Oh, dat is helemaal niet waar. Ik moet gaan. Gumball, blijf nou hier. Penny, het was leuk om jullie te ontmoeten voor de ene keer. Ha. Daar dacht ik dus, we gaan niet verhuizen, maar je gaat wel naar een andere school. Dat kan je niet doen, Paul. Eindelijk dat we die kring niet meer terugzien. Oké, jongens, allemaal naar boven, naar bed. Het is tijd. Penny? Wat doe jij nou hier? Wat ze zeiden, ze logen. Ik zou... Nee, als je dat echt wil zijn, mag je echt een ongebakken aardappel zijn. Dat is niet waar, Gumball. En noem maar niet zo. En ik wil gewoon mezelf zijn. Dat is wat jij wou. Maar, echt waar? Maar waarom zeggen ze zoiets? Omdat ze je haten. Nou, dan ga ik met je wat
terugpraten, want maar ik weet wat ik ga zeggen tegen hem. Ik heb mijn rugzak bij, omdat ik ben weggelopen van huis. Nee, jij gaat niet weglopen van huis. Ik weet, ik heb een idee en dat gaat ze echt overtuigen. Oké, dus jij belooft dat je de echt beste vriendje wordt van Penny? Ik wil wel tekenen. Nee, jij tekent helemaal niet. Oké, als je echt niks met de school wil overpraten, Penny, dan mag je zo zijn. We hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn, ja? Maar houd toch elkaar haten? Nee. Oké, dan. Dankzij deze contract ben ik van gedachten veranderd. Zorg jij maar dat je een goede vriendje bent, want als ik hoor dat de Penny haar kwets is, dankzij haar vriendje, heb je een grote probleem. Maar vast alles komt hier door, hè? Ja. Ja. Gumball, wat is er aan de hand? Ik ben nog nooit gedreigd gevoeld. De geschiedenis! Wie heeft deze zooi gemaakt? Richard, wat zijn Gumball en Dorn? Sinds de Dorn been heeft gekregen, is het een beetje wild hier. Dubbel wild. Ze zijn hier helemaal niet. Heb jij deze rommel dan gemaakt? Nee. Oké, dan ga ik ze zoeken. Drijven ze hier. Dus, wat ga je dan slaan? Want ik heb geen zin om te slaan. Rustig maar, Gumball. Je hebt helemaal niks fout gedaan. Maar jullie moeten gewoon wat een beetje voor de huis zorgen. Wist je dat? Is de huis onze baby? Ja. Tapet, dus spijt me. Nee. Dat is toch wat jij zei? Niet naar je vader luisteren. Eigenlijk het slechte voorbeeld. Nou, ik geef een goede voorbeeld. Oh, dat betekent dat moet een monster zijn. Wat zeg je? Ja, ik heb dit staan. Je Simeon wilde dat bij de kleuterklas dat we dit moeten schrijven. Hoe is je moeder? Een monster. Ik ben ook best wel iets anders. Ik ben niet altijd een monster. Wat ben je dan? Lief. Ik verzorg toch tenminste voor jullie en geef jullie wat te eten. Ja, maar je hebt net pap geslagen. Oeh, man. Ik had even een paar minuutjes geen adem. Nou jongens. Zorg gewoon dat jullie dit niet verder verknoeien. Kom Richard. Ik voel me moe en ik ook. Morgen komt mijn oma. Oké. Die zijn moe. Laten we naar buiten. Deeltje trekken. Waarom verzinnen jullie gewoon geen eigen spel? Dat is wel een goed idee. Darwin, we kunnen nu... Darwin! Wat is er? We kunnen een eigen spel maken. Maar wat voor een spel? Is het iets met gevaarlijk? We moeten een film eerst kijken. Jumanji, einde. Dat was de beste film ooit dat ik ooit heb gezien. Het spijt me, Gumball, maar hierdoor krijg ik geen ideetjes. Ik heb wel een idee hoe ik het kan noemen. Duik of durf. Duik of durf? Ja, je kan duiken. Durven. Ik weet niet als ik dat allemaal durf. Maar dat klinkt wel een goed idee. Ja, laten we het gaan doen. Oké. Hier is het spel. Jongens, ik heb een baan bij de regenboogfabriek. Kijk! Dit is toch best wel cool? Ja, mam. Het is best wel cool. Wat zijn jullie aan het doen? Het is toch niet iets gevaarlijk? We verzinnen een eigen spel. Oké, er is niks gevaarlijk. Maar ik gebruik nu de regenboogfabriek shirt. En dit is mijn officiële shirt vanaf nu. Oh, wat te gek. Nou, maar dan hoef je tenminste niet je lange jeansbroek te zien en je roze grote trui. Want het past hier niet, want je hebt altijd je schouder. Maar nu kunnen we helemaal niks meer zien. Oh ja, wees daar maar blij mee. Nou ja, maar jullie vader heb ik ook wat omgeknipt. Ik heb zijn baard geknipt en nu ziet hij als een luie zakkeren, alsof hij een business guy is. Zoals hij in Engels heet. Kijk. Chique look. En Richard, ik heb gestorven een advocaat. Nou, Richard, jij gaat kleren zoeken voor Gumball en Dorn. Die zijn nu al 8 en 6.
Oké, kleine kinderen, ik heb je nieuwe kleren. Dat zijn geen kleren, dat zijn je handen, Richard. Larry, ik wil 4000 kleren. Dat is veel te veel, meneer! Maar... Hey, jij luistert dan, maar ik ben jouw baas of ik ontsla je. Oké, meneer. Kalm aan. Eentje kost dan $40. $40? Waar kan ik nou gratis kleren zoeken? Wat dacht je van... de vuilnisbel? Jij bent goed! Kleren. Ah, ik pak nog wat. Voor de dambel alleen. Dijk. Oh, durf. Oké, durf. Zorg dat je Simmons haar knipt. Ga dan. Nou, dat is dat best wel goed, Darwin. Oké. Jongens, ik heb kleren voor je. En wat voor kleren? Hey, wat zijn mijn kleren? Nou, ik heb die niet gekocht. Waar is dat met mijn broek? Ik ga... Deze kleren raakt naar een vuilnisbelt. Rustig maar, het is die. Oké, dan ga ik dit nooit meer uittrekken. Dit is mijn favoriete trui dan. Maar zit met u een pyjama? Dat hoeft niet. Maar, tenminste heb ik mijn beste vriend door. Hey, echt een spel? Nee! Hi! Maar je kunt niet stoppen als je meedoet. Ja, ik wil niet meedoen. Want ik wil de hele dag middagsdutje doen. Dat is smerig. Ik weet het. Dat was één. Weet ik. Laten we verder spelen. Nicolas, nou jongens, we moeten het stellen naar de ziekenhuis gaan, want Nicolas is een ziekenhuis. Wie is Nicole? Jullie moeder! Wat betekent flauwvallen? Wat is er met haar gebeurd? We zijn er. Geen zorgen. En we hebben het uitslag. Blijkbaar is Nicole zwanger. Van een dochtertje. Kijk eens. Ik wou dat het nog een zoon was. Weet je waarom? Dan had ik die als geleerd van luiheid. En gewoon hetzelfde als ik. Want bij Gumball en Darwin had ik vast geen kans meer gehad. Ja, maar... Ja, dat waar is mam nu? Daarin. Gaat al zien. Ah, jongens. En waar is de baby? Die is er niet uit. Ik ben zwanger. Maar van de dochter! Nu kan je die vast meer op mij lijken. En dan ook een kantoorbaan zoeken en een waardeloze man vinden. Wow. Wie heeft gezegd dat die op jou gaat lijken? Die gaat op mij lijken. Ik bedoel de gedrag, Richard. Ja, mijn gedrag. Wat? Nee, Richard. Jouw gedrag is een idioot. Wow. Het gaat mijn gedrag hebben. Dude. Jij bent een figurant. Ik bedoel, zoek meer. Een volwassen iemand. Ik. Dat betekent de hoofdpersonage moet niet lijken. Nee, want ik ben de hoofdpersonage. Nee, ik heb de baby ter wereld gebracht, dus jij kan het helemaal niet zijn. Eigenlijk, ik heb de baby ter wereld gebracht. Jij bent niet zwanger. Maar hoe komt dat ik dik ben, dikke baar? Omdat je moeder een slechte moeder is. Nou, jouw moeder was alle slechtste ter wereld. Oké, dat is waar. Maar Joanna is ook een slechte moeder. Nee, ze is een veel betere. Ze is een goede moeder. En ik ben zwanger. Niet zwanger. Nee, je geeft echt te veel stress. Ja. Ga lekker leren op de grond. Dat is net jouw vloer. Stout dat is een bed, idioot. Oh ja? Mama, we helpen je mee in de auto. Wat is dit nou? Je moet de deur open doen. Oké, we hebben haar binnen. Wacht, moeten we niet verder onze verzonnen speltje spelen? We waren al klaar, Darwin. Nicole! Wat? Ik heb een test gedaan bij de dokter en weet je wat er is? Wat? Ik ben zwanger, kijk naar deze briefje. Zwanger. Richard. Hier staat Nicole Watterson zwanger staat. Nee, niet jij. Er staat R van Rish. Nee. Die R staat op de laatste woord omdat ik dokter heet.
Dokter? Ja, dokter Nicole, problemen. Oké, ik wil eventjes iets zeggen. Nicole, ik heb nog niet voor de naam voor de baby bedacht. Wat dacht je van Sarah? Ik weet wel een naam. Wat dan? Richard Lina. Dommerik! Ah. Die gaat niet zo noemen. Nou, ja, het moet een moedersnaam meer zijn. Het moet meer een mannennaam zijn. Dat is een meisje. Waarom? Dat gaat hij later spijt hebben en van jou hebben. Oh ja. Nee, ze gaat geen spijt. Breng me geen stress, Richard. Ik breng stress wanneer ik maar wil. Richard, ik ben... Ik heb... Oh ja, ga lekker. Nee, dit keer niet. Daar heb